Volk van Suriname, love you brother Nangasisa. Het is weer Vaderdag. Vaderdag wordt elk jaar op de derde zondag van juni gevierd of herdacht. Vaderdag is een eerbetoon aan alle vaders. De liefde van een vader is als een leidend licht die zijn kind de weg wijst. Als president breng ik hulde aan onze vaders, pleegvaders en adoptievaders die het diepste respect en toewijding verdienen voor hun liefdevolle zorg aan hun kinderen. Als vader van de natie bekruipt me een gevoel van weemoed en diep besef als ik denk aan alle mensen, maar vooral de vaders en kinderen die de strijd tegen het COVID-19-virus hebben verloren. Een warme betuiging van medeleven stuur ik voor de nabestaanden. Verder stel ik de vraag: wie is de ideale vader? Een zeer belangrijke vraag op deze Vaderdag. Hebben we een beeld van een ideale vader? Ja, natuurlijk, dat hebben we wel. Voor de kinderen is belangrijk liefde, tijd en aandacht van de vader. Dat zijn slechts enkele kernwoorden die jou tot een goede vader maakt. De eerste stap om een goede vader te zijn is nagaan wat jouw kinderen nodig hebben, niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Het is echter voor sommige mannen bijzonder moeilijk om te voldoen aan het beeld van de ideale vader. Dat is nu de keiharde realiteit. Soms gebeurt het dat vaders zich alleen zien als voorziener in plaats van opvoeder. Een groeiend probleem is de afwezigheid van vaders. Soms verlaten vaders hun gezinnen om diverse redenen en zo ontstaat dan een eenoudergezin. Het risico op afname van welzijn en armoede is dan vrij hoog. Goede vaders waren vroeger goede kostwinners voor het gezin, streng opvoedend, beschermend en rechtvaardig voor de kinderen. Maar nu weten ze wel dat er iets anders van ze verwacht wordt in deze snel veranderende wereld. Er wordt nu meer betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van vaders verwacht. Het is belangrijk dat je als ouder van tevoren beseft dat je offers moet brengen voor je kinderen. Ja, beide ouders moeten offers brengen voor hun kinderen. De vraag: ben je als vader bereid om jouw kostbare tijd op te offeren en te investeren in je kinderen? Ben je er voor jouw kinderen als zij jou nodig hebben? Kinderen hebben een vader nodig die er voor hen is. Geef ze liefde, geef ze tijd, geef ze aandacht. Dat is meer waard dan geld. Het raakt kinderen diep in hun hart als er gebrek is aan liefde, tijd en aandacht van papa. Je moet tijd nemen om met je kinderen te praten. Voor die liefde, tijd en aandacht vragen ze niets terug. Appa, na alayabong. Sa aiteki fong fong gien piking. Met andere woorden, ze zijn altijd bereid om offers te brengen voor hun kind. Als vader moet je het kind vanaf de geboorte in jouw hart sluiten en begeleiden. Langs het pad van kindertijd naar volwassenheid. Als je het kind liefde geeft, kan de liefdesband tussen vader en kind nooit verbreken. Het gedrag van een vader geeft de richting aan hoe kinderen later in het leven zullen staan. De loop van onze kindertijd voorspelt ons leven zoals dichters en filosofen ons vaak hebben verteld. Het is duidelijk dat de toekomst van een kind
het meest gebaat is bij de begeleiding van beide ouders. Een vader is net als die kankantriboom, die zijn hele leven, zijn gezin, altijd schaduw bezorgt. Een vader is een mentor, een rolmodel, een vriend, een leraar en een verzorger. Ze geven ons het voorbeeld om goede burgers in de maatschappij te worden. Een goede en zorgzame vader, in de ware zin van het woord, is ervan doordrongen dat wat hij zaait, hij ook zal oogsten. Daarom zal hij zijn uiterste best doen om zijn kind te laten opgroeien tot een evenwichtige volwassene met een gevoel van eigen waarde. Een vader moet veel geduld opbrengen tijdens de opvoeding van zijn kind. Als president, maar meer nog als vader van twee kinderen, spreek ik de hoop uit dat elk kind op deze wereld gezegend mag zijn met een lieve en zorgzame vader. Ik ondersteun verantwoord vaderschap. Papa zijn is een zeer belangrijke rol in het leven van elke man. En ik ben trots dat ik deze zeer belangrijke rol ruim 30 jaar met liefde vervul. Ik hoop dat elke papa deze rol met liefde zal vervullen. Laat op deze dag ons blijk van waardering, liefde en dankbaarheid tonen aan onze vaders. We zitten nu in een zwaar financieel-economische crisis. En niet te vergeten de ernstige COVID-19-pandemie. Iedereen moet nu hard werken om Suriname weer gezond te maken. Als president, als vader der vaderlands, maar meer nog, als vader van ieder, doe ik een dringend beroep op u. Ga vaccineren. Gotekas poiti. Zodat we net als vele andere landen naar het nieuwe normaal kunnen gaan. Net als de andere feest- en gedenkdagen zullen wij ook Vaderdag op een veilige manier moeten vieren. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. COVID-19 is geen grap. We verliezen elke dag nog te veel familieleden, kennissen, vrienden, collega's en landgenoten. Houdt u zich strikt aan de COVID-19 maatregelen. Broeders en zusters, in het bijzonder alle papa's. Ik wens jullie allemaal een fijne en prettige vaderdag toe. Happy Father's Day. God bless you all.